Yo mensen, mijn naam is Esra en vandaag gaan we een kijkje nemen thuis en op school bij verschillende hitdeelnemers. We gaan kijken hoe zij zich voorbereiden op hun act en wat er aan toe gaat. Let's go! En ik speel de bas. Ik ben Sega en ik speel gitaar en ik zing. Ik ben Luut en ik zit op de drums. Hoe is de band bij elkaar gekomen, in het kort? Nou, in 2019 gingen wij met onze moeder en onze stiefvader naar de film Bohemian Rhapsody over Queen. Hij speelde sowieso op piano en toen leek het ons een goed idee om een band te starten. Hoe omschrijven jullie eigen muziekstijl een beetje? Metal? Ja, metal, gewoon thrash. Ja, Metallica, Nirvana, achter. Het is gewoon eigenlijk wel van alles wat. Als band zijn, wat is een beetje een droom voor jullie om ooit te willen optreden? Metallica in Moskou optrad. Dat is wel echt een heel vet filmpje op YouTube met dan Enter Sandman. En dat dan echt zoveel mensen helemaal losgaan. Zoiets lijkt me dan wel heel vet. Hebben jullie dan ook op school veel gelegenheid om muziek te maken? Of wordt het echt beperkt tot een uurtje per week muziek? Nee, we hebben echt wel heel veel. We kunnen ook gewoon vragen, voor corona konden we gewoon vragen van ja, mogen we gewoon even jammen tijdens een kleine pauze? Ja, hoor, je hebt de sleutel. Ja, chill. Ja, het is echt wel heel vrij. Ja, nou ja, dankjewel voor het antwoorden. Dat zijn de vragen alweer. Oké. Hoi. Ik ben Martijn Brebaert, ik ben muziek- en kunstdocent op het ECL. Hoe zijn de jongens hier bij u in de les? Nou ja, ik heb ze niet alle drie. In de brugklasse hebben we een vrij strak programma. Dus ja. We doen aan het begin ook allemaal, ze leren allemaal een beetje toetsen spelen, ze leren allemaal een beetje drummen, ze leren allemaal een beetje muziektheorie. En nou, voor een jongen als Tjalle is dat natuurlijk, dat gaat hem heel makkelijk af. Heeft u denkt u het idee dat zij kans maken op de winst in het gymnasium? Ja, weet je, dat vind ik altijd heel moeilijk. Ja. Belangrijk vind ik dat ze met z'n drieën nu een bandje hebben waar ze al hartstikke veel lol in hebben. En dat is een prachtige hobby. En het gaat niet alleen om de muziek, maar het is natuurlijk ook een sociaal is het een te gekke hobby. Want je hebt ook je vriendjes dankzij de muziek. En zeker in deze coronatijd, waarbij sommige leerlingen gewoon eenzaam thuis zitten, is het helemaal te gek als je een aantal vriendjes hebt in een band. Hoi, kom binnen. Hey, goedemorgen. Ik ben Timo van der Ven, ik ben 13 jaar en ik kom uit Zandvoort waar we nu zijn. Dus, En ik ben Josephine van Dijk en ik ben 12 en ik kom ook uit Zandvoort. Wat is zeg maar wat jullie precies doen? Tekenen. Ik ben 3D aan het tekenen. En als je dan een opdracht hebt, zoals bij het HIT afgelopen keer, bij de masterclasses? Ik vond fashion leuk, ik vond schilderen leuk, maar uiteindelijk ga ik toch weer terug naar het tekenen omdat ik... Als ik wil laten zien dat ik heel kunstzinnig ben, dan wil ik dat ook laten zien in het vak waar ik dat het beste kan. En je staat toen ook al een beetje dat allebei op kunst maken begon of kwam dat later? Nou, jeetje. Was echt heel erg... We hebben heel veel strips en boeken geschreven. Samen zijn we op het idee gekomen voor Superpeer. Dat is onze strip. We zaten op een bar en toen zaten we zeg maar een peer te eten. En toen zeiden we, kies je een appel of een peer? En peer. Ja. Zij heeft echt iets van 6 stripboeken gemaakt. Ik iets van 6 boeken. Ja. Ik ben Maaike Derksen. Ik ben 18 jaar en ik zit nu in mijn eindexamenjaar HAVO op het Bureau Steiner College. Je bent ook mee met de categorie van theater. Ja. Als je jezelf moet omschrijven, wat voor theatermaker ben je dan? Hoe zie je jezelf? Ja, qua theatermaker, ik ben meer echt een speler dan echt een theatermaker. Maar ik vind het wel erg leuk om een bepaald personage helemaal uit te zoeken van top tot teen. Welke bewegingen die maakt, wat het stemmetje is. Zeg maar alle details dat helemaal uit te zoeken en dat dan helemaal te spelen. Dus dat het hit nu er is, dat is een beetje een uitkomst misschien? Of?
ja, dat is heel fijn aan het HIT en dat we zulke fijne masterclasses hebben. En ja, ik wilde eigenlijk al jaren meedoen, maar ik had nooit echt de tijd of de ideeën. En toen zag ik toch nog een oproep dit jaar van, schrijf je nou in? En toen dacht ik, ja, oké, dat is toch wel heel erg. Ik ben theaterdocent hier op het Rudolf Steiner College, nu al 9 jaar. Ik ben Emma Verspeek trouwens, 34 jaar. Hoe ervaar jij Maaike in je klas? Beetje gek natuurlijk omdat ze erbij staat, ja. Maar... Ja, maar dat kan ik wel zeggen hoor, gelukkig. Het viel me al heel snel op bij vakles toneel. Als je op een gegeven moment kan je op school voor toneel kiezen en dat deed Maaike gelukkig. Het viel me heel snel op dat ze echt een, sowieso een hele goede speelster was, maar ook een echt een intelligente speelster. Ze zoekt zowel in een personage als in het spel naar een diepere laag. Dus als ze een karakter speelt, dan is ze echt nieuwsgierig van nou, wie dat dan is. En dan gaat ze dan helemaal, duikt ze er echt in. Ja, nu is natuurlijk het eindexamenjaar van Maaike. Ja. Ga je er missen? Ja, zeker. Hoi, goedemorgen. Hi. Alles goed? Ja, goed. Ja, leuk dat je er bent. When you want support, when you want to be loved, I can be your hero. When you search for help, when you think you're lost, I can be your hero, your hero, your hero. Hoe houdt muziek jou bezig? Is het iets dat je zegt, ik slaap er wel eens over of alleen onder de douche? Ja, ik heb er vaak over gedroomd. Hoe zie je dan jezelf over nu en 5 jaar of over 10 jaar? Waar zie je jezelf dan staan? Werelds grootste superster. Nou ja, grote droom. Maar ja, ik wil er hard voor werken en we zien wel waar de toekomst ons brengt. Nu was je vorige keer bij Flinties met het HIT. Heb je daar al dingen dat je zegt van dat we kunnen meenemen voor straks als je in het badgemaat kunnen optreden? Ja, ik vond het wel eens moeilijk om harde noten en hoge noten te zingen. Toen hadden ze me beademingsoefening gegeven als tip. En die gebruik ik nu beter. Ik kan niet wachten om de artiesten en kunstwerken straks te zien shine. De puntjes gaan nu op de i en daarna is iedereen klaar om het podium te pakken. Wij zijn er natuurlijk ook bij en we nemen jullie mee. Op naar de eindstreep.